En wij zijn een bedrijf die hier is gestart op het Alpha College. Wij ontwikkelen apps voor de smartphone en tablet. En ja, we doen dat voor verschillende klanten. Ja, we zitten nu in Harderberg. We zitten in een kantoortje hier dicht in Harderberg in de buurt. Dus we maken apps. Ook wat met websites doen we ook nog altijd, maar meeste apps. En waarom staan jullie hier op de open dag in Harderberg? Omdat wij hier eigenlijk begonnen zijn twee jaar geleden ongeveer. En vandaar. Als studenten? Ja, als studenten, ja, dat klopt. En welke opleiding deed je? De informatica opleiding. We begonnen in niveau 3, toen zijn we niveau 4 gaan doen. Nou, daarna zijn wij nog weer doorgestroomd, zijn we nog verder gegaan op de HBO. En ondertussen gewoon een bedrijf gestart. Dus nu een eigen bedrijf, en loopt het goed? Ja, dat loopt prima, we hebben niks te klagen. En, wat is je laatste project? Het laatste project is van een zorgpalet in Enschede. Daar wordt voor ouderen gezorgd en wij hebben daar een app voor gemaakt zodat ze de woonruimte kunnen bekijken in de app. En de bekendere, die was ook, dat is het project ervoor, was het Mooi Wark, de band Mooi Wark hier uit de buurt. Die ook, ja, hebben we ook een app voor gebouwd. En wat voor app? Gewoon een app voor met informatie, albuminformatie, de muziek wat ze willen luisteren. Allerlaatste nieuws, een touragenda zit erin. Dus, klinkt goed, ja. Mooi waar. Precies. Hey, dankjewel. Alsjeblieft, bedankt. Thank you.